Dames en heren, welkom. Welkom bij Boeken in het Zonnetje, een programma van de Drentse Bibliotheken. Tijdens de coronacrisis, de afgelopen maanden, hebben de Drentse Bibliotheken middels een aantal uitzendingen online, hebben ze schrijvers en boeken onder de aandacht weten te brengen die mogelijk interessant zijn voor jullie lezers, voor jullie abonneehouders van de bibliotheken. Annette Timmer sprak met Eva Meijer over Vuurduin, het essay van de maand voor de filosofie. Matthijs Lips die interviewde Splinter Chabot over zijn boek Confettiregen. Zelf mocht ik Pauline Broekema interviewen over de tekenares van Montparnasse. En leden kunnen de interviews nog steeds allemaal terugzien via de kanalen van de Drentse Bibliotheken. Maar vandaag gaan we het hebben over zomerlezen. Over boeken die het verdienen om meegenomen te worden op vakantie, in de koffer te worden gestopt of gewoon thuis op de bank of onder de appelboom in de tuin te worden gelezen. En om u goede tips te geven hebben wij goede lezers uitgenodigd. En hier aan tafel zitten Esmee van de Boom, dichter, literatuurkenner, programmamaker, leesadviseur en Harm Veenstra van de Readshop in Coevorden. Mijn naam is Joep van Ruiten. Ik ben cultuurjournalist voor Dagblad van het Noorden en weblog Woest en Ledig. En ik zal u met Esmee en met behulp van Harm-Jan aan allerlei tips de hand doen. Esmee, om met jou te beginnen. Die coronaperiode, hoe ben jij daar als programmamaker en leesadviseur en literatuurkenner doorheen gekomen? Lezend veronderstel ik, maar ja, verder helemaal niets. Lezend en ook voornamelijk luisterend eigenlijk. Ik heb de luisterboeken ontdekt. Ik was daar nooit zo van, want ik heb niet zo heel veel geduld van mezelf. Maar ja, omdat er nu toch heel weinig anders te doen was, heb ik een beetje geduld leren hebben. En ook ontdekt dat het ook wel heel fijn is om dus een luisterboek te luisteren. Ik heb een hondje sinds eigenlijk vlak voor de corona. En daar heb ik heel veel mee gewandeld. En dan ook af en toe dus een luisterboek geluisterd. Dus zo heb ik af en toe even toch weer een andere wereld opgezocht. Ja, in en rond de woning, want normaal werk jij onder meer in Leeuwarden. Je bent ook eigenlijk de provincie niet uit geweest? Ja, heel af en toe. Ik kon natuurlijk vorige zomer, maar dat is nou alweer zo lang geleden, kon er wel nog wat. Nee, ik ben niet heel veel de provincie uit geweest, nee. Ja. Heb je hinder gehad van de coronacrisis in de zin van dat je je werk niet hebt kunnen doen? Nou, ik denk dat heel veel mensen wel merken dat je concentratie gaat gewoon een beetje achteruit. En dan baal je van jezelf en dan denk je toch misschien na het avondeten nog eventjes aan de slag. Dat heb ik heel veel gehad. En dat is niet zo goed voor het dichten en voor het schrijven, merk ik. Want dan zit je hoofd de hele tijd ergens anders. En ja, dat is best frustrerend. Dus in die zin heb ik wel hinder gehad. En verder heb ik het naar verhouding best wel goed gehad. Want ik heb een heel gezellig vriend en geen kinderen. En dus we hadden voldoende ruimte met elkaar. En door het hondje ook voldoende aanspraak. En zo ging het toch best aardig. Ja, oké. Okay. Goed doorgekomen dus. En jij, Harm-Jan, boekhandel in Coevorden. Geen mensen over de vloer gehad? Of hoe ging dat? Hoe is dat bij jou gegaan? Ja, wel een stuk minder mensen in ieder geval. Onze winkel mocht gelukkig wel open, omdat we een pakketpunt hebben in de winkel. We deden veel mensen zelf opzoeken. Dus we hebben boeken bezorgd aan huis. En dat gaat dan toch anders dan wanneer de winkel gewoon open is. Dat is anders snuffelen, anders zoeken naar boeken. Mensen komen dan gericht voor één bepaalde titel. Terwijl als je naar de winkel gaat, ja, dan zoek je allerlei leuke dingen bij elkaar. Ja. Jullie zijn dus niet helemaal dicht geweest, maar mochten mensen wel boeken kopen bij jullie? Nee, er waren wel strikte regels. Mensen mochten komen voor postzaken en andere zaken moesten ze echt laten liggen. Dus als iemand daarmee bij ons aan de balie kwam, dan was het nee verkoop. Ja, hoe is dat als boekverkoper? Dat is heel moeilijk. Eigenlijk is dat niet te doen. Niet te doen? Nee. En heb je daar wel eens af en toe eens een keertje met tussen de vingers van nou hier toch maar een boek onder de toonbank meegegeven? In het begin duidelijk niet, omdat je toch die regels respecteert. En natuurlijk respecteer je regels. Na verloop van tijd zoek je daar toch een klein beetje de grenzen erop, ja. Ja, oké. Okay. Hoe heb jij het ervaren dat de boekhandels dicht moesten? Dat is wel een moeilijk issue. We vinden onszelf, zoals iedere winkel dat vindt, essentieel. Ik denk dat het in ons geval ook zo is. We zijn een nieuwsvoorziening met dagbladen, tijdschriften en
boeken. Dus kennisvergaring is zeker in zo'n tijd heel belangrijk. En ja, dat werd toch anders gezien door de overheden. Ja, en hebben jullie er nog iets aan gedaan om de overheid op andere gedachten te brengen? Heb jij dat nog gedaan of heb je dat aan de branchevereniging overgelaten? Nee, ik heb dat toch wel aan de branchevereniging overgelaten. Goed, je zit er weer en de boekhandel is weer open. Gelukkig wel. Binnenkort mogen de mondkapjes af. Of tegen de tijd dat mensen dit kijken zijn de mondkapjes misschien al helemaal verbannen uit de samenleving. En dan, goed. En de zomer breekt aan en mensen willen weer gaan lezen. We hebben jullie gevraagd om boeken mee te nemen, om boeken onder de aandacht te brengen. Ik zie hier stapels liggen. Esmee, wat heb je meegebracht? Eerst om te laten zien. Waar wil je onze aandacht voor vragen? Ja, ik heb drie titels meegenomen. Een vertaalde roman, Hamnet, van Maggie O'Farrell. Ik heb ook een Nederlandse roman van Joost Omen, Het Perenlied. Sommige van deze titels zijn al wat eerder dit jaar uitgekomen of zelfs vorig jaar. Maar ja, als de boekhandels dicht zijn, dan hebben mensen er ook vaak nog niet van gehoord. Dus die mogen nog wel wat aandacht verdienen. En ik heb een non-fictieboek meegenomen. Entangled Life van Merlin Sheldrake. In het Nederlands Verweven Leven. Oké, maar dit is de Engelse versie. Ja, die heb ik zelf gelezen. Ja, okay. Hij is er dus ook in het Nederlands. Ja, goed. En jij, Harm-Jan, wat heb jij meegenomen voor ons? Ik heb Albert Corserie meegenomen. Uh-huh. Kleine dieven, grote dieven. Daar ben ik blij verrast door. Hij heeft zijn leven lang in Frankrijk gewoond. In een hotel eigenlijk. En ja, het is een pareltje, een niet ontdekt pareltje. Hij heeft niet zo heel veel geschreven. Ongeveer acht titels, maar wel ontzettend goed. Yeah. Ik heb Pieter Koolwijk meegenomen. Welbekende Drent, woont in Emmen. En Gozerd is gewoon een heel grappig, heel leuk boek voor de jeugd. En in het kader van de biodiversiteit heb ik het Plantenvademecum meegenomen. Plantenvademecum, Arie Koster is een bioloog. En hij heeft heel veel onderzoek gedaan naar de bijenstand. En dit is toch wel een heel belangrijk ding voor de mensen thuis met een tuin. Hoeft niet eens een grote tuin te zijn, kan zelfs een balkontuin zijn. Maar dit is en mooi om in te kijken en goed om kennis van te hebben. Oké, nou ja, omdat jullie natuurlijk boeken hebben meegenomen, denk ik van ja, als zij hun boeken in de lucht mogen steken, wil ik dat natuurlijk ook. Dus ik heb de verhalen van Anton Tjechov meegenomen. Daar wil ik graag wat over vertellen. Ik heb De Vuurbom meegenomen van Harm de Jonge, schrijver uit Boerakker. En ik heb meegenomen het boek Euzebol. Van Marit Kapla. Dat is ook recent verschenen. We gaan het erover hebben. We gaan proberen kijkers enthousiast te maken voor deze boeken. Uiteraard mogen ze ook hele andere boeken mogen ze lezen. Maar deze boeken verdienen extra aandacht. Via de bibliotheken zijn ze te leen. Zijn ze niet te leen, dan zijn ze te reserveren. Bij de boekhandel zijn ze te bestellen. Liggen ze niet in de boekhandel, dan liggen ze wel in de boekhandel, kun je ze meteen meenemen. Maar om eventjes met het Perenlied te beginnen. Joost Omen, dat is een schrijver die ik nog ken van de tijd dat hij stadsdichter van Groningen was. Maar dat is hij niet meer. Joost Omen woont tegenwoordig in Amsterdam, meen ik. En het Perenlied, wat bedoel je? Het Perenlied, dat klinkt alsof een soort Johnny Hoes productie. Ja, het Perenlied, misschien is het belangrijk om eerst iets te vertellen over misschien een beetje de weg die Joost Omen heeft afgeleid sinds hij stadsdichter was van Groningen. Die heeft niet stilgezeten. En zoals veel dichters heeft Joost ook wel eens verdrietige poëzie geschreven en de melancholie opgezocht. Maar wat heel bijzonder is, vind ik, aan Joost Omen, is dat hij iemand is die heeft ontdekt dat het eigenlijk heel belangrijk is om het geluk vast te houden en te bejubelen. En dat betekent niet dat deze roman nou al het moeilijke in het leven uit de weg gaat. Maar het is wel een boek wat bedoeld is om te vieren en om de vrolijkheid op te zoeken. En om eigenlijk bij jezelf stil te staan hoeveel moois er eigenlijk is als je goed kijkt. Ja, de meeste boeken zijn inderdaad in mineur. Hè? Tragedisch, ja. Tragiek en een slecht einde. Maar hij zet er een soort majeur tegenover.
veronderstel ik. Ja. Ja, en dat is best een belangrijk tegengeluid, denk ik, in de letteren. Want we zijn er met z'n allen best wel goed in geworden. Beetje te zeuren. Ja, nou ja, zeker de mensen van mijn generatie die toch denken, goh, die klimaatcrisis, dat wordt nog best wel vervelend. En ook binnen niet onafzienbare tijd. En ik denk dat het heel belangrijk is om dan boeken te lezen waar je toch de goede moed ervan inhoudt. En waarvan je dan kan denken, goh, hier doe ik het eigenlijk voor. Hier zet ik mij voor in. Daarom moeten we de wereld behouden. En, is het naïef? Nee, ik denk niet dat het naïef is. Dat is wel, denk ik, wat mensen misschien op het eerste gezicht zullen denken. Ik geloof ook dat het in de Volkskrant niet daverend is besproken. Nou ja, volgens mij dus volledig onterecht. Mm-hmm. En ik denk dat dat is omdat we vrolijkheid vaak niet serieus nemen. Hè? Iemand die vrolijk is, heeft er misschien nog niet goed genoeg over nagedacht. Maar Joost Ome heeft juist heel goed nagedacht over die vrolijkheid. En daar komt ook bij, het is best wel een experimentele en speelse roman. Dus je moet als lezer ook wel, ja, je moet een beetje durven. Je moet durven te zeggen, oké, ik spring in deze verhaalwereld en ik ga hier gewoon in mee. En ik laat me meenemen in deze wereld waarin het perenlied klinkt. Ik doe mijn oren open om het perenlied te horen. Ja, ja. Is het een grappig boek? Is het vrolijk en grappig niet hetzelfde? Nee, is het om te lachen? Vrolijk en grappig is denk ik niet hetzelfde in dit geval. Want het verhaal van dit boek begint ook eigenlijk op een best wel verdrietig punt. Er zijn twee belangrijke personages in het boek. Het hoofdpersonage is de bietenkoningin. En een tweede personage is haar geliefde. Dan ben ik uiteraard zijn naam even kwijt. Maar dat is ook niet belangrijk, want het gaat over de liefde. Dus het gaat over deze twee wezens, zal ik dan maar zeggen. De geliefde heet Gabriel trouwens. En de bietenkoningin wordt geboren eigenlijk uit een pan bieten, waar haar vader bovenaan het masturberen is. En hoe komt dat? Het is eigenlijk een heel verdrietig moment. Want hij Vies, lijkt me dat. Ja, nou ja, het kan gebeuren. Je weet het niet. Maar omdat hij eigenlijk de man waarop hij verliefd was verloren is tijdens de Twin Towers gebeurtenis, dus tijdens 9/11. En dat is dus voor hem ook een bepaald soort verwerking. En daar is de bietenkoningin uit ontstaan. Dus ze is eigenlijk ontstaan uit een bepaald soort verdriet. Het boek is dus ook niet vrij van verdriet. Maar het houdt wel de optimistische toon van, het is het waard om te zoeken om uit te zoeken waar je voor leeft. Ja. Zoals je er nu over vertelt, klinkt het ook een beetje als een soort sprookje. Ik bedoel, iemand, een personage wat ontstaat uit een pan soep. Is het een sprookje? Ik denk dat het wel te lezen is als een modern sprookje. Ja. Maar bij sprookjes zijn we heel erg gewend dat we kunnen weten wat we verwachten. Hè? Die zijn vaak gestoeld op bepaalde punten waar het verhaal, dan weten we van oké, nu wordt het gevaarlijk, nu moeten we oppassen. Of het komt aan het einde altijd goed. En dat is in het perenlied, het eindigt wel mooi natuurlijk. Maar je weet niet wat er op de volgende bladzijde gebeurt. Nee, je kunt dat niet zomaar voorspellen. Ja, en jij zegt het is ook experimenteel. Nou weet ik dat mensen houden, het lezen, ze houden wel van verrassingen en van avontuur. Maar experiment, dat schrikt altijd een beetje af. Waarom zouden lezers dit experiment wel aan moeten gaan of aan kunnen gaan, denk je? Nou, de reden dat ik dit uit heb gezocht voor het zomerlezen is dus omdat het een vrolijk, onbezonnen, aanstekelijk boek is als je daarvoor open kan stellen. Ik zal er wel heel eerlijk over zijn. Het is niet voor iedereen, denk ik, weggelegd. Mm-hmm. Maar het is niet experimenteel in de zin van dat er enorm veel gesprongen wordt in de tijd of dat alle zinnen op een gekke manier op de pagina staan. Dus je kunt het gewoon lezen als een verhaal. Mm-hmm. Alleen, het is in de letterlijke betekenis van fantastisch, een vrij fantastisch boek. Er zit heel veel fantasie in. Dus voor de lezer die de fantasie durft toe te laten en denkt, nou, we stappen in deze achtbaan, die kan ik het perenlied aanraden. Ja, oké, heel goed. Ja. Arm Jan, ik ben heel erg nieuwsgierig naar die Albert Cosserie.
Als het een Fransman is, hoe spreek je het uit? Albert Cosserie. Cosserie, ja, ja, oké. Wat weet je van hem als... je zegt, hij is geboren in... Of hij heeft lang in een hotel gewoond. Ja. Dat lijkt mij dan een man die, laten we zeggen, bulkt van het geld. Want als ik in een hotel ga wonen, dan ben ik dat, laten we zeggen, na 5 weken ben ik toch wel blut. Ja, ja, nee, dat was het niet. Hij kon wel rondkomen van het schrijven. Mm-hmm. Maar echt rijk is hij er niet van geworden. Nee. Maar dat was ook niet zijn doelstelling. Ja. Hij wilde mooie verhalen schrijven. Ja. Ja. Hij wilde, hij is dood, neem ik aan. Ja, ja. Ja. Ja, 2008. Oh, nog vrij recent dus. Ja. 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 Hij woonde in het hotel waar ook Sartre woonde. Ah. En die spraken elkaar heel vaak. En, dat was toch een beetje zijn... we hebben veel van elkaar geleerd. Ja, ja. Filosofische roman? Of is het een roman? Laat ik dat eerst maar eens vragen. Het is een roman. Ja. 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 Er zit ook een filosofisch verhaal in. Het is een beetje een goed en kwaad verhaal. Ja. Ja. Het is een dunnetje, zeg. Maar dat zegt natuurlijk niet altijd... leest het makkelijk in de zin van daar vlieg je doorheen? Of is het bij iedere bladzijde peinzend verwerken wat je tot je hebt genomen en... Deze lees je wel vrij makkelijk. Albert Cosserie is wel iemand die, hoe moet ik dat zeggen, langzaam schrijft. Dus ja. Heel traag. Het verhaal intens. Kan heel traag lopen. Ja, oké. Okay. Ja. Ja, ja. Maar ik vind dit wel een... dit is een hier zit wel meer vaart in. Oké. Okay. Ja. Dus je hebt meer boeken van hem gelezen en dit is eventjes wat eruit. Is het een actueel boek? Is het wat is recent verschenen? Het is opnieuw uitgebracht. Nieuw uitgebracht. Door uitgeverij Jurgen Maas. Het is een uitgever die wel experimenteert. Die de bijzondere boeken op de markt probeert te brengen. En hij is ook groot fan van Albert Cosserie. Er is al meer werk van hem uitgebracht inmiddels. Ja. Hoe komt zo'n boek op jouw pad als boekhandelaar? Het enthousiasme van zo'n uitgever, dat triggert mij wel het eerste. Die belt jou dan op of die stuurt je een mail of hoe gaat zoiets? Komt die bij je langs? Ja, de contacten zijn wel, van oudsher lopen die via een beurs, via een boekenbeurs. Maar tegenwoordig is social media de manier om elkaar direct te bereiken. Ja. En dan is een connectie snel gelegd. Ja, en dan probeert hij jou te overtuigen om dat in het assortiment op te nemen? Dat is niet eens de eerste hoofdmoot. Je bouwt een relatie op met uitgevers. En ja, ik ben dan wel zo. Ik heb wel echt een band met een bepaalde uitgever. Ja. En ik heb daar dan ook het vertrouwen in. En ja, zijn enthousiasme, dat kan ik dan wel overbrengen op mijn klanten. Ja, ja. Ja, maar ik moet er zelf dan ook achter staan. Ja, precies. Nou, jij werkt in een readshop. Je verkoopt in een readshop. Dat is natuurlijk een keten. Betekent dat als jij dat boek in een readshop ligt, dat ook in de readshop in Emmen of in Groningen of in Assen te krijgen is? Als ze in Assen een readshop hebben? Maar... Nou, niet per se. Iedere readshop is wel zelf beslissend in zijn assortiment. Oké, dus ja. Als ik bij jou in de winkel kom, dan zie ik eigenlijk jouw keuzes. En ja. De keuzes waarvan jij denkt dat jouw publiek en de inwoners van Coevorde interessant zullen vinden. Ja, ja, je ziet ook wel een afspiegeling van mijn interesse. Ja. Oké, ja, zoals de boekenkast ook jouw de boekenkast thuis ook de afspiegeling is van. En is jouw assortiment dan heel anders dan bijvoorbeeld Reachop in Hogeveen? Voor een groot deel zal hij wel overeenkomen, want ja, de top, ja, de verkooptop, ja, dat vind je overal. Maar het gaat nu juist om de pareltjes, om de... Ja, Cosserie, staat dat in Hogeveen? Ik denk het wel. Denk het wel, oké. Okay, ja. En jij hebt een hele rij staan, je hebt ze allemaal staan? Of... Ja, ik heb ze wel allemaal staan. Ja. Oké. Okay, en dan ook dubbel. Ja. 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 En hoe prijs je dat dan aan bij jouw klanten? Want er komt iemand in Coevorde, komt de winkel binnen, die zegt... Ja, ik weet eigenlijk niet wat ik voor Vaderdag zou moeten kopen of voor Moederdag zou willen kopen. En dan begin jij hierover of is dat... Ja, dan lopen we samen eerst eens naar de kast. En dan pak ik een aantal titels uit de kast. En dan proef ik of degene daar iets in geïnteresseerd is. En uiteindelijk dan kom ik zelf wel bij deze terecht. Ja. En dan zijn we het al snel eens dat dit het moet worden. Oké, ja, ja. Nou, dat is natuurlijk de persoonlijke aanpak die de boekhandelaar... Ja, die moet je dus hebben, ja. Oké, Esmee, even terug naar jou. Het verweven leven, Merlin Sheldrake. Vertel eens, hoe kom jij aan dat boek?
Nou, dat is best een leuk verhaal eigenlijk. Ik ben groot muziekliefhebber. En ooit was ik op een nieuw artiestenfestival in Amsterdam, London Calling, in Paradiso. En in het kleine zaaltje stond daar Cosmo Sheldrake. Dat is de broer van Merlin Sheldrake. En Cosmo Sheldrake en Merlin Sheldrake zijn beide zoons van toch wel redelijk verguisd bioloog Rupert Sheldrake. Die in de meer experimentele hoek van de biologie zat. En dus op een gegeven moment door biologen ook eens gezegd van, nou, dit klopt wetenschappelijk niet helemaal meer, Rupert. En zijn zoons zijn eigenlijk met dat gedachtegoed van hun vader op heel verschillende manieren verder gegaan. Want Cosmo, die ik dus als eerst kende, toen wist ik ook nog helemaal niet dat hij een broer had. Die is dus muziek gaan maken met geluiden uit de natuur en uit de natuurwetenschap. Bijvoorbeeld toen op een gegeven moment wetenschappers het geluid van de zon wisten te destilleren of op te nemen in het heelal. Toen heeft hij dat daar ook een nummer van gemaakt. En hij heeft onlangs een album uitgebracht met allemaal vogelgeluiden. Dus van alle verschillende vogels die hij in zijn eigen omgeving heeft gehoord, heeft hij daar ook liedjes bij gemaakt. En ik was dus groot fan van Cosmo Sheldrake. En zo, als die broer deugt, dan deugt. Ja, en ja. Toen zag ik dat zijn broer Merlin Sheldrake dit boek heeft geschreven, Entangled Life, Verweven Leven. En het gaat over schimmels en schimmelnetwerken. Paddenstoelen vallen daar dus ook onder. En Rupert Sheldrake is dus verguisd. Merlin Sheldrake is gevierd. Hij beschrijft in dit boek eigenlijk fantastisch hoe schimmelnetwerken, fungi in het Engels, een beetje genegeerd zijn in de natuurwetenschappen. Want we kennen flora, fauna, hè, planten en dieren. Maar fungi kennen we eigenlijk niet zoveel. En dat zien we niet. Ja. Werd vaak onder het plantenrijk geschaard. Maar dat klopt toch niet helemaal, want ze werken eigenlijk op een heel andere manier. En dit boek heet ook Verweven Leven, omdat hij prachtig laat zien dat bijvoorbeeld bomen in een bos, in een ecosysteem, waardoor het ook zo belangrijk is, hè, dat je een ecosysteem hebt en niet een aangeplant bos, maar iets dat al jaren met elkaar groeit, dat communiceert dus via schimmelnetwerken met elkaar. En eigenlijk kun je dus ook niet zozeer spreken van één boom. Je kunt eigenlijk alleen maar zeggen een bos. Het is bijna een soort organisme op zichzelf. En hij doet dat met prachtige anekdotes. Ik moest al heel erg lachen aan het begin. Ik heb dus ook allemaal stickertjes zitten plakken. Omdat hij dan het eerste hoofdstuk, dat begint met een citaat van Prince. Who's pimping who? En dat gaat over de verleidingskracht van de truffel. En de truffeljagers. En hij beschrijft dan ook hoe hij met truffeljagers mee mocht in Italië. Dus er zijn allemaal prachtige, ja, persoonlijke verhalen van hoe hij met die schimmels omgaat. Maar het is ook vrij complexe materie af en toe, waardoor je laat je helemaal meevoeren in de wereld van de schimmels. Terwijl je, ik heb altijd gedacht, schimmels, bah. En nu denk ik, oh, dat is prachtig en ze ruiken heerlijk en ze hebben kleuren. En Cosmo Sheldrake en Merlin Sheldrake hebben ook samen een liedje gemaakt wat Entangled Life heeft. Je kunt het luisteren op internet, waarin ze de geluiden van schimmels hebben verwerkt. Ja, maar dit is eigenlijk een soort, als ik het goed begrijp, dit is een pleidooi om aandacht te hebben en respect te hebben voor de dingen die we niet zien, maar er wel zijn en die ons allen verbinden. Want ik geloof, men ziet het hopelijk niet aan mij, maar ik zit ook vol met schimmels. En ja, wij allemaal. Ja, we zitten allemaal vol met schimmels. En zonder schimmels waren we ook, waren we nooit ontstaan en waren we ook al lang uitgestorven als ze er nu niet meer waren. Ja. Is het een wetenschappelijk werk? Of wat is het populair wetenschappelijk? Het is populair wetenschappelijk, maar de bronnenlijst is ongeveer 1/3 van het boek, dus dan weet je dat het goed is. Ja. Denk ik dan maar, als leek. Ja. En En zijn vader is de bron, de verguisde wetenschap? Nee, niet de bron. Okay. Hij heeft zelfstandig onderzoek gedaan, want hij is ook gepromoveerd op schimmels. En dan in het bijzonder op schimmels in het oerwoud, geloof ik, van Panama. Mm-hmm. Waar hij ook heel veel veldonderzoek heeft gedaan. En ook onder andere onderzoekers die in Nederland aan het werk zijn, zoals Toby Keers in Amsterdam, komen hierin voor. En
ja, zijn ook groot fan van dit boek. Ik begreep ook dat Iris van Herpen, de modeontwerpster, inmiddels op dit boek geïnspireerd een collectie heeft gemaakt of aan het maken is. Dus het is wel een, ja, een beta-naam, mm-hmm, die toch ja, grote golven aan het maken is in het, ja, in het cultureel gedachtegoed. Ja. Is het ook geïllustreerd? Ja. Dus je kunt ook, ik weet niet voor zover dat mogelijk is, er staan plaatjes in, dus dan kun je ook een beetje een beeld vormen van, ja, hoe zoiets eruit ziet. Ja. Er zijn allemaal afbeeldingen in het midden. Ja. En tussendoor zijn er ook afbeeldingen en uiteraard zijn die ook gemaakt met inkt van een schimmel. Ja. Ik weet niet of dat goed dat op de camera is te zien, ja, is. Ja. Is het het eerste boek over dit onderwerp of verschijnen er heel veel boeken over dit soort over deze materie? Ik denk niet dat het eerste boek is. Ik denk wel dat. Nou ja, het noodapparaat was al bijna 3. Ja, precies. Ja. Maar echt populair wetenschappelijk op deze schaal is het denk ik wel een. Ja, voor het publiek wel de eerste. En er zijn natuurlijk ook. Er is onlangs een documentaire uitgekomen, Fantastic Fungi. Eigenlijk vlak voor dit boek. En dat is ook iets wat voor veel mensen al wel. Ja, veel mensen hebben dat ook gekeken. Oké. Okay. Ja, dat is een mooi bruggetje. Dit onderwerp is een mooi bruggetje naar het plantenfarmacum. Ja, Jan, inderdaad. Ja. Wat is dat? Het ziet er groot en imposant uit. Dat is het ook. Het is niet een boek voor mee op vakantie. Fontaine-uitgevers. Fontaine-uitgevers, ja. 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 Goed geïllustreerd ook. We beginnen ook maar met de plaatjes. Maar eerst maar eens eventjes dat farmacum, als ik dat goed uitspreek. Farmacum. Ja, het is een inventarisatie. Het is een overzicht van planten waar bijen zich goed bij voelen. Oké. Okay. En vlinders. Ja. Bijen en vlinders. Dus dit is eigenlijk een boek wat is geschreven om te zorgen dat de insecten zich wat beter thuis gaan voelen. Of weer terugkeren of iets in die geest. Ja, 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 het begint eigenlijk. Het legt het ecologische systeem uit. Daar begint het verhaal eigenlijk mee. Dus het is eerst een stukje verhaal over hoe dat ecologische systeem werkt. Diversiteit, biodiversiteit, inclusief schimmels. Ja. Ja, en de cyclus van een plant wordt ook beschreven. Dus het is niet alleen maar dat die bloeit. En dat die bij daar dan de nectar uithaalt. Maar die hele plant heeft vanaf het begin van zijn ontstaan tot dat hij afsterft, tot hij uitgeloeid is, betekenis. En ja. Dan niet alleen voor de bij, maar ook voor andere insecten. Ja. En ja, dat is diversiteit. Dat is van begin tot eind. Ja. Wie is de auteur? Arie Koster. Dat is een bioloog? Dat is een bioloog, ja. Ja. Ja, hij woont in Veenendaal. Hij doet veel adviezen aan gemeentes. Je ziet veel dat bermen worden gemaaid. Tekort gehouden. Tekort gehouden. Alles wordt eigenlijk weggemaaid. Ja. En hij heeft ook veel onderzoek gedaan naar de NS, het spoorweg. Oh ja. Ja. De begroeiing daar. En ja, die studie op een bepaald moment heeft hij ook gezegd van nu is het klaar, nu wil ik het ook niet meer zien, niet meer weten. Mm-hmm. Ik wil weer door met iets anders, want nou ja, je ziet gewoon dat het terugloopt. En, nou, intussen is hij dus hierop aanbeland. Ja. Is daar veel belangstelling voor? Want je hoort natuurlijk heel veel, er zijn veel zorgen over de biodiversiteit. Alarmerende berichten, 70% is al verdwenen in no time. Is daar veel belangstelling voor om daarover te lezen? Over te lezen nog niet. Het is natuurlijk best wel een lijvig werk. Het is niet even zomaar. Het is best prijzig ook. Je koopt er niet zomaar even. Ja, daar 40 euro voor? Ja, 40 euro. Ja? Ja. Ja, nou, het valt nog mee. 35 euro, oké. Okay. Yeah. Maar de tuin is voor mensen natuurlijk wel heel belangrijk. Ja. Ja. Dat zie je wel terugkomen. Dus het besef dat dat een bloemrijke tuin belangrijk is, dat is er wel. Ja. Zouden dit soort boeken er niet zijn als er geen zorgen waren over de afnemende biodiversiteit? En dat boek waar Esmee net over had, dat raakt daar natuurlijk ook aan. Ik kan me zo voorstellen, het is een hot topic, het is actueel, het zijn grote zorgen.
dat uitgevers zeggen van wij willen daar een bijdrage aan leveren dat die biodiversiteit toenemen. En wij gaan ook boeken uitbrengen om de biodiversiteit te stimuleren. Werkt dat zo? Ja, het begint denk ik dan toch wel bij die bioloog die dat initiatief neemt. Het zal niet zo zijn dat een uitgever naar een schrijver toestapt en zegt van schrijf daar eens een boek over. Nee, oké. Okay. Dus het is, ja, wat dat betreft is het dan ook wel wat wetenschappelijk onderbouwd. Ja, dit is ook, gezien het formaat vermoedelijk rijkelijk geïllustreerd. Ja. Is hier ook een e-book van? Dat je dat op je iPad of op je tablet zou kunnen... Dat denk ik eigenlijk niet. Daar lenen dit soort boeken zich niet voor, vermoed ik. Of wel? Nee. Ja. Dat is een goede vraag. Ik ga het eens nazoeken. Ja, laat ik de vraag dan toch nog maar eventjes doorstellen. Ik bedoel, jij verkoopt boeken, je leeft van papier, dat is heel goed. Maar er zijn natuurlijk in toenemende mate ook mensen die e-books... Je kunt ook in de bibliotheek steeds meer e-books kun je lenen... SME is zelfs op de luisterboeken, dus het kan op allerlei manieren. Merk jij er iets van in de winkel? Zeker. Kan ik die kopen bij jou? Die kun je kopen bij ons op de website. Oké. Okay. Ja, je krijgt eigenlijk een bestandje, hè, dus dat krijg je in je mailbox. Je rekent het af in onze webshop. Yeah. En vervolgens wordt het je via de mail toegezonden als een bestand. Ja. Is dat groeiende? Het stagneert weer een beetje. Oké. Okay. Ja. Ja. Je ziet vooral dat het prettig is op vakantie. Yeah. Dan kun je oneindig veel boeken meenemen. Yeah. En een koffer vol boeken, daar moet je toch maar mee zeulen. Maar wat ik merk van klanten is dat het papieren boek, dat het toch een andere beleving heeft dan wanneer je het digitaal leest. Ja, waar zit het verschil in? Je moet het ruiken en je moet het bladeren. Je hebt een begin en een eind. En de batterij kan niet leeg van een boek. Nee, dat is ook alweer zo. Jij gaat ongetwijfeld ook op vakantie. Hoe doe je? Dan neem jij boeken mee? Dan neem ik boeken mee, ja. Ja, je neemt geen e-reader mee? Nee. En jij is mee? Zit jij al aan de e-reader? Ja, ik heb een e-reader. Ik lees liever het papieren boek, maar het is wel heel fijn om af en toe echt licht even die e-reader in de tas te kunnen doen. Of als je s'avonds naar je partner ligt te lezen, dat die dan geen last heeft van het licht. Maar ik kan het echt niet laten om papieren boeken mee te nemen. Mijn vader klaagde daar vroeger al over, die zeilt veel en hij zeilt ook graag hard. En dan kwam ik aan en ik leende altijd alle passen vol van mijn moeder en van mijn broer en van mijn vader bij de bibliotheek. En dan moest ik al die boeken stouwen en dat moest per se evenveel gewicht aan elke kant. Want anders zouden we minder hard gaan omdat we scheef zouden hangen. Dus het is een doorlopende frustratie bij mij in de familie dat ik te veel boeken. Water en boeken gaan natuurlijk ook helemaal niet samen. Nee. Ik heb persoonlijk, als ik dat mag vertellen, ik vind het vreselijk om boeken zelfs buiten te lezen. Omdat er waait zand in en in het gras komen ze te liggen. Ze worden nat. Ze vergelen en het licht is niet fijn. Ik ben echt een binnenlezer wat dat betreft. De e-reader, daar ben ik ook nog niet. Ja, ik lees wel digitaal PDF's op een iPad, maar liever niet. Boeken op het strand lezen. Boeken op het strand is helemaal vreselijk. Ja. Boeken uitlenen aan mensen die ze op het strand lezen is nog het allerergste wat er is. Dat moet je helemaal niet hebben. Ja. Ik dacht al, ik moet geen boeken van jou lenen, Joep. Want ik denk gewoon... Het is een gebruiksvoorwerp, een boek. Ik leen ze ook heel graag uit aan iedereen. Ik sta er heel dubbel. Ik vind aan de ene kant is het een gebruiksvoorwerp, maar aan de andere kant is het ook een kunstwerk. Een boek is ook een kunstwerk. Je moet daar zorgvuldig mee omgaan. En ik heb een aantal traumatische ervaringen opgedaan waarbij ik een boek uitleende. En dan kreeg ik dat aan het eind van de vakantie kreeg ik dat terug. Met de cover dubbel gevouwen, scheuren erin, rug gebroken. Stukje checken tussen. Dat was in de periode dat er nog heel veel gelezen werd. Maar nou goed, ja. Ik wil even de gelegenheid te baat grijpen om dit boek onder de aandacht te brengen. De Vuurbom van Harm de Jonge. Zoals ik al zei, uit Boer Akker. Ik lees voor mijn werk, ik lees professioneel zeg maar. En dan lees ik boeken die regionaal op een of andere manier toch wel gebonden zijn. Schrijvers uit Drenthe, schrijvers uit Groningen. Of het onderwerp moet met Drenthe of met Groningen te maken hebben. Die hebben bij mij de voorkeur. En ik denk als ik dat werk niet had gedaan, had ik misschien nooit van Harm de Jonge gehoord. En Harm de Jonge, dat is een verrijking van mijn leven. Dat is echt een verrijking van mijn leven. Op de eerste plaats omdat hij goed schrijft. En op de tweede plaats omdat hij jeugdboeken schrijft. En hij doet dat op een hele literaire manier. Ik wil dit dus eigenlijk niet alleen voor,
jonge mensen aanbevelen, maar ik wil het ook aanbevelen voor volwassen mensen. Mijn ervaring is, juist omdat ik heel veel lees het hele jaar door, dat ik in de vakantie, dan wil ik op een andere manier wat ontspannender lezen. Ik weet niet of mensen dat herkennen. En dan is eigenlijk een jeugdboek is daar zeer geschikt voor. En zeker een literair jeugdboek. Dit gaat over Jimmy. En Jimmy ligt in het ziekenhuis en weet niet wat er gebeurd is. En terwijl hij in het ziekenhuis ligt, probeert hij te herinneren wat er gebeurd is en hoe hij in hemelsnaam in dat ziekenhuis terecht is gekomen. Hij zit onder het verband en de gedachten gaan terug naar een vriendschap die hij heeft opgebouwd met een jongen die heet Bram. En Bram is wat je zou zeggen een verkeerde vriend. Zijn ouders hebben, de ouders van Jimmy zeggen van nou je kunt maar beter geen vriendschap met Bram aanknopen. Maar Jimmy doet dat toch, want waarom zouden verkeerde vrienden geen vrienden mogen hebben? Dan wordt er een soort reconstructie van een vriendschap volgt. En dan kom je erachter of Bram inderdaad een verkeerde vriend heeft gekozen. En waar dat toe kan leiden. En of Jimmy ook een verkeerde vriendschap heeft gekozen. En waar dat toe kan leiden. Want ja, dat gaat altijd van twee kanten. Heel spannend op een of andere manier. Er zitten heel veel elementen in die in jeugdboeken wel vaker voorkomen. Over pesten en dat soort zaken. Maar wat mij vooral aanspreekt is dit aan de behoefte die je hebt aan vriendschap. En dat houdt natuurlijk niet op naar de middelbare schooltijd of de lagere schooltijd. Die blijft. En dat weet Harm de Jonge altijd fantastisch goed neer te schrijven. Dus als mensen zeggen van nou, ik weet niet zo goed wat ik moet lezen, moet ik meteen aan het zware werk. Dan beveel ik Harm de Jonge aan en literaire jeugdboeken in het bijzonder. De geschiedenis van een vriendschap, vuurbom. En dat brengt me dan bij Harm-Jan, ik zie dat jij Gozerd hebt meegenomen van Pieter Koolwijk. Pieter komt uit Emmen, zoals je al vertelde. Gozerd, dat klinkt Rotterdams, dat klinkt helemaal niet Drents. Gozerd. Ja, Gozerd. Wat is dat voor jongetje? Wat is het dan een jongetje? Het is een jongetje. Oké. Okay. Ja, dat is. Gozerd is een beetje een deugniet eigenlijk. Zijn ouders weten niet zo goed wat ze met hem aanmoeden. Hij doet allerlei dingen die niet mogen. En is heel druk. En ze begrijpen het niet. Maar Gozerd heeft eigenlijk een denkbeeldig vriendje. En die vertelt hem wat hij moet doen. Ah, tweede stem in je hoofd. Tweede stem in zijn hoofd. Ja. En dat leidt tot avonturen en tot hilarische zaken. En problemen lijkt mij. Problemen. Ja. Als jij een zoontje hebt of een dochter met een denkbeeldig vriendje en dat denkbeeldig vriendje dat gaat me niet weg, wat doe je dan? Wat doe je dan? Ja, je begint natuurlijk eerst zelf te praten met je kind. Je probeert eerst zelf te ontdekken wat er aan de hand is. Als dat dan niet lukt, dan zoek je andere wegen. Ja. Ja, en dat gebeurt in Gozerd ook. Er worden wel andere wegen gezocht om hem tot bedaren te brengen, noem ik het maar even. Ja. En dat, hij wordt opgenomen in een instelling, zeg maar. En dat, wat dat betreft is het best ingrijpend. Best een ingrijpend verhaal voor kinderen. Ja. En toch is het, heel vrolijk, heel grappig. En er zit heel veel vaart in. Ja, omdat hij druk is, dat spreekt ook uit het verhaal. Maar hoe komt Gozerd uit de instelling? Of mogen we dat niet verklappen? Dat is wel een beetje de Ervan uitgaande dat de jonge kijkers thuis op bed liggen. Oké. Nee, Gozerd heeft... Eigenlijk heeft hij een broertje gehad. Een broertje wat niet meer leeft, dat bij de geboorte al is overleden. Dan spreekt het toch wel iets spiritueels uit eigenlijk. Want hij heeft contact met zijn broer. En die heeft hem dus verteld wat hij dan allemaal moet doen. Dat maakt het wel extra indrukwekkend, dit boek. Het is een soort fantoom. Ik ken Pieter Koolwijk. Het is een soort hyperschrijver, om het zo maar eventjes te zeggen. Ik verdenk hem ervan dat hij ADHD heeft. En dat lees je ook terug. Het stuitert. De boeken stuiteren. Ja. Ze zijn trouwens ook fantastisch geïllustreerd. Hè? Niet alleen het omslag, maar ook binnenin. Linde Vaas heeft tekeningen gemaakt. Ja, ze zijn fantastisch. Illustraties maken ook een boek. Ja.
Het gevaar bestaat natuurlijk als wij het hebben over een hoofdpersoon met een overleden broertje en een stem in zijn hoofd en een psychiatrische opsluiting of therapie of wat het ook maar wezen. Wat de ouders denken van daar wil ik mijn kinderen maar niet aan blootstellen. Wat zou jij tegen dat soort ouders willen zeggen? Waarom zouden ze dit boek wel moeten lezen? Nou, ik denk dat het goed is dat je samen met je kind het boek ook bespreekt. Maar het begin van het boek is gewoon hilarisch en vrolijk. En die avonturen die zijn gewoon heel herkenbaar. Ik bedoel, die ondeugende dingen, die wil je zelf ook doen op die leeftijd. Ja, ja. Dat is gewoon leuk. En een stem in ons hoofd hebben we allemaal. Ja. Een tweede stem. Ja. Ja, dat hoort toch ook bij je fantasie, hè? Precies, ja. Het zijn ook odes aan de fantasie die Pieter Koolweek brengt. Ja. Dat brengt me op het volgende. We hebben ook iets te verloten in deze uitzending en dat is een boekenpakket. Zoals ik al zei in de inleiding, de Drentse bibliotheken die hebben de afgelopen maanden een aantal online interviews geplaatst, lezingen geplaatst. En die willen daar, de bibliotheken willen daarmee doorgaan, omdat dat is heel goed bevallen. Het is een goede manier om mensen thuis van achter het beeldscherm toch op de hoogte te brengen van boeken en schrijvers die de moeite waard zijn. De vraag is nu, als kijkers daarover willen meedenken, over wie zij nou in het komende programma, in het najaarsprogramma op de buis via de Drentse bibliotheken willen zien. Nou, daar is dus een boekenpakket voor beschikbaar gesteld voor de mensen die willen meedenken over kandidaten, schrijvers, boeken die behandeld zouden willen worden. Heeft u suggesties, dan kunt u die mailen naar actie@biblionetdrenthe.nl. En onder de beste inzendingen wordt een boekenpakket te waarde van €50 verloond. Tot zover de huishoudelijke mededeling. Dan gaan we het weer over naar Esmee. Hamnet, Maggie O'Farrell. Geen Hamlet, maar Hamnet. Hoe komt dit boek op jouw pad? Via twee wegen eigenlijk. Eén is dat het mij is aangeraden in de boekhandel. Toen heb ik het in het Engels gelezen. En daarna is het een tweede keer op mijn pad gekomen, omdat ik ook boeken bespreek voor de literatuurclubs Drenthe. En Hamnet is een van de geselecteerde boeken van het komende seizoen. En ik mag Hamnet ook bespreken. Daar heb ik ook expliciet om gevraagd, want ik vond het prachtig. Dus ik heb het onlangs herlezen, ook in het Nederlands. Het is ook een erg mooie vertaling, kan ik alvast zeggen. Dus u mist niks als u het in het Nederlands leest. En zo is het op mijn pad gekomen. En ik heb het natuurlijk ook niet voor niets uitgekozen, hè, in de boekhandel. Ik ben zelf best wel groot Shakespeare-fan. Ik heb ook Engels gestudeerd, dus misschien mag ik ook niet echt anders zeggen. Maar dit is ook een boek. De titel lijkt inderdaad op Hamlet en dat klopt ook. Want de twee namen waren in de tijd van Shakespeare eigenlijk uitwisselbaar. Dus Hamnet en Hamlet zijn ook in de gemeenteregisters en zo vaak verwisselbare namen geweest. En het zoontje van Shakespeare, waar dit boek dus eigenlijk ook over gaat, heette Hamnet. Spoiler alert, dat kunt u opzoeken op Wikipedia. Dus het is niet echt een spoiler, maar Hamnet overlijdt op jonge leeftijd. En kort na zijn overlijden schrijft William Shakespeare dus ook eigenlijk zijn meesterwerk Hamlet. En dit boek van Maggie O'Farrell gaat er ook eigenlijk over hoe dat gezin van Shakespeare eruit zag. Want het gezin van Shakespeare woonde in Stratford-upon-Avon, waar Shakespeare geboren is. Ongeveer 2 uur rijden van Londen is dat in deze tijd. Maar toen de tijd natuurlijk een heel eind reizen per paard of met de koets. En Shakespeare werkte dus in Londen bij The Globe, waar hij speelde en schreef. En die was dus eigenlijk weg van zijn gezin. En dit boek gaat niet zo heel erg over William Shakespeare, als wel over dat gezin wat in Stratford-upon-Avon met een afwezige achterblijft. Vader. Ja. Ja. En ten tijde van de pest, die toen heerste in Londen en dus ook uiteindelijk in Stratford-upon-Avon en waar Hamnet ook aan bezwijkt. Ja. Beschrijf dat gezin eens, een moeder, meerdere kinderen. Hamnet is niet de enige. Nee, Hamnet heeft ook nog een zusje. En deze moeder, de vader van het gezin Shakespeare van William zelf, dus Williams vader, de opa van Hamnet. En zijn oma wonen ook in de buurt. Die opa is ook niet een leuk persoon.
Dus daar gaat het verhaal ook een beetje over, van hoe dat in die tijd eigenlijk ging. En het is ook wel bijzonder, want in het begin van zijn loopbaan heeft Shakespeare natuurlijk weinig te besteden. Want ja, die playwrights die verdienen niet zo enorm. En het is natuurlijk ook best wel een breuk met traditie, want de vader van Shakespeare was handschoenenmaker, een glover. En wilde natuurlijk dat zijn zoon het ambacht over zou nemen. Dus er is best wel wat wrijving in dat gezin. En ze wonen ook vrij dicht op elkaar, dat was vroeger zo. En stel, het lukt je om deze zomer naar het Verenigd Koninkrijk te gaan en je bent in Stratford-upon-Avon, dan moet je ook echt even gaan kijken in het geboortehuis van William Shakespeare. Iedereen op elkaars lip zitten. Ja, ja. Ik denk dat ze daar mooi op 1,5 meter rondleidingen door doen. Maar dan moet je ook echt op de slaapkamer even kijken, want het is natuurlijk al heel erg lang een trekpleister naar de handtekening van Charles Dickens. Want die heeft daar met een diamantje zijn naam in het glas van het geboortehuis van Shakespeare gekrast. Ja, ja. Historische roman? Ja. Is het historisch ook verantwoord of is het allemaal ontsproten aan de fantasie van Maggie O'Farrell? Nee, het is zeker historisch verantwoord. Ik ben zelf meerdere malen in Stratford-upon-Avon geweest. En ik denk dat Maggie O'Farrell daar ook lang heeft verbleven. Want het is bijna of je in het dorp bent als je dit boek leest. En ze heeft enorm veel onderzoek gedaan om dit te kunnen schrijven. Er is gelukkig ook best wel veel bekend over Shakespeare, dus dat is fijn, maar over zijn gezin veel minder. Dus zij heeft vele uren doorgebracht in het archief, wat daar natuurlijk ook is in Stratford. En ook bij verschillende universiteiten die ze uiteraard ook dankt. Is het geschreven vanuit het perspectief van Shakespeare of vanuit het perspectief van het zoontje? Of? Ja, goh, dat is een hele goede vraag. Ik geloof dat het voornamelijk vanuit het perspectief van het zoontje en het dochtertje is geschreven. Ja. Ja. En het leest dus ook als een trein eigenlijk. Want door het oog van het kind is het allemaal heel erg spannend wat er allemaal gebeurt. Ja. Dit boek wordt gelezen door de leden van de Drentse literatuurclubs. Hebben ze dat het afgelopen seizoen gedaan of gaan ze dat doen? Nee, dat gaan ze nog doen. Dat gaan het komende ze nog seizoen. Oké, okay. Ja. Dus jouw lezingen daarover die worden dan ook nog gegeven. Ja. Kun je iets vertellen over hoe dat in zijn werk gaat? Ik bedoel, hoe een boek wordt gelezen in een groep, dat begrijp ik nog. Maar dat zo'n lezing, wat in coronatijd, of is de coronatijd dan echt al voorbij? Ja, hopelijk is de coronatijd dan voorbij. Mijn lezingen staan gepland voor oktober, voor deze roman. Afgelopen seizoen, dat is misschien wel leuk, als u het leuk vindt om voor boeken dingen te kijken, dan kan dat ook, want de lezingen van de SLD zijn van het afgelopen seizoen allemaal op YouTube verschenen. En die zijn gewoon toegankelijk voor iedereen. Dus dat is best leuk om nog eens terug te kijken. Maar voor mezelf lijkt het me wel heel leuk om dat komend seizoen weer gewoon voor een zaal te gaan doen. Ja. En hoe dat dan gaat, ja, ik vind dat heel bijzonder elk jaar weer. Want je komt in een vrij klein dorp, Noordsleen of Zijen. En dan meestal denk ik van, de eerste keer dat ik daar kwam, dacht ik, wat is hier dan? Dan kom je in zo'n zalencentrum en dan zit daar gewoon 150 man. En die hebben allemaal dat boek gelezen. Die hebben allemaal dat boek gelezen. En, en voor iedere persoon die daar is, is er dus ook nog een leesclub verder. Want vaak gaat het zo dat er maar 1 of 2 mensen van de leesclub naar de lezing gaan. Ja. En die vertellen het na bij de discussie. En dat gaat ook, ik vind dat vrij diepgravend. Ik krijg altijd hele goede vragen na afloop. En mensen hebben het boek ook heel secuur gelezen, vaak wel 2 keer. Dus ja, dat is echt een genot om daar te zijn. Ja. Merk jij dat in de winkel? Die leden van die gaan die boeken lezen. Die moeten die boeken kopen. Ja, ik krijg wel af en toe mensen die vragen naar specifieke titels die in de leesclub worden besproken. Ja, ja. Ja. En dit zijn dan, laten we zeggen, de georganiseerde leesclubs. Ik weet niet of er in Coevorden en omstreken dat er ook nog van die wilde leesclubs zijn. Merk je daar iets van? Want het is toch wel een hele populaire bezigheid, heb ik de indruk. Wilde leesclubs. Ja, dus niet georganiseerd. Hè? Dus ja, okay. Niet met, in ieder geval aangestuurd vanuit een hoofdkantoor ergens of vanuit Bibionet of iets die geest. Ja, nee, ik merk wel dat er meer behoefte is naar leesclubs. Gewoon wat dieper ingaan op een bepaalde titel. Ja. En ik zou het wel leuk vinden als het allemaal niet zo, niet zo literair, niet zo
Het moet niet zo heel moeilijk. Het moet laagdrempelig kunnen zijn. Ja, oké. Dat er ook jeugdboeken worden gelezen of iets in die geest. Ja. Daar raak je wel een snaar. Ja, ja. Het is wel een heikel punt. Ja, ja. Ik zie dat jij nog een vierde boek hebt meegespokkeld. Wat is dat? Ja, stiekem nog vier. Ja, we mogen er maar drie, maar... De Overlevenden van Schulman. Ja. Dit wordt wel het boek voor deze zomer, denk ik. Oké, en waarom denk je dat? Nou, dit is het verhaal van drie broers. Ze verblijven in een zomerhuisje. Dat zie je ook gebeuren. Met de ouders. Ouders zijn nogal aan de drank. Er wordt een typisch stukje beschreven waarbij de ouders aan zee zitten, aan het water zitten, in de schaduw. En elke keer met hun plastic stoeltje een klein stukje opschuiven om maar in die schaduw te blijven. En dat is wel een beetje typerend stukje. Er wordt veel drank gedronken bij dat verschuiven van die stoeltjes. En dat drank drinken, dat legt al een waas over, het verhaal. Een volgend hoofdstuk gaat ook over dat de drie broers op het trappetje zitten van het zomerhuisje. En dan zijn ze al, dan is het al wat verder in de tijd. Ze zitten daar met de urn waar blijkt de moeder in zit. En wat is er nou met die moeder gebeurd? En, ja, dat daar verhaal gaat het over. Ja. En dan de verscheidenheid van die drie broers, alle drie een ander karakter. Dat maakt het heel spannend, heel intrigerend. Alex Schulman, dat zou een Duitser kunnen zijn? Dat zou een Duitser kunnen zijn. Ja. Waar speelt het? Waar speelt het zich af? Speelt het zich in een nondescripte omgeving? Dat had net zo goed Zandvoort kunnen zijn, waar men het flink op een drinken zet als het een beetje de zon schijnt. En Het speelt zich af in een Scandinavische omgeving. Okay. Ja. 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 En ik lees hier dat hij schrijver en journalist is. En hij is presentator van een populaire podcast in Zweden. Oké, ja. Had je wel eens eerder wat van hem gelezen? Nee. Dit is zijn debuut, dus dit wordt dan ook het eerste. Ja, nu zeg je van dit zou wel eens de zomerhit kunnen worden van 2021. Dat zeg jij als de man van de Readshop in Coevorden. Maar daar baseer je natuurlijk niet alleen op jezelf. Dan heb je er meer over gehoord. Dan is er een beurs gaande, neem ik aan. Dan wordt er iets geroddeld tussen boekhandelaren. Ja, tussen boekhandelaren. Dit gaat hem worden. Ja. Enthousiaste verhalen over een boek, dat maakt jezelf ook geïnteresseerd. En na het lezen word je alleen maar enthousiaster. Ja. Maar dat zinkt zich ook rond? Ja. Ook dit boek in? Ja, nou ja, wat ik al zei, social media is dan een goede drijfveer daarvoor. Ja, ja. Vroeger was het inderdaad alleen een boekenbeurs, maar tegenwoordig gaat dat veel sneller. Ja, ja. En het wordt al opgepikt. Je merkt ook al dat mensen zich hiervoor melden. Ja, het ligt dan ook gestapeld bij ons. Oké. Ja, het is altijd zo wonderbaarlijk wat je bij in de boekhandel ziet liggen. Hoe men erop komt om dat nou precies in te kopen. Ja, kijk, als het bekende namen zijn, grote namen zijn, zoals Anton Tjechov, dan kan ik me er wel voorstellen. Maar een Alex Schulman waar nog nooit iemand van heeft gehoord, of een Joost Omer die alleen, laten we zeggen, bij een kleine club mensen bekend is, dat ineens begint te lopen. Een heel wonderbaarlijk proces. Ja. Nou ja, goed. Een schrijver hoeft niet ook alleen maar een gevierd iemand te zijn al. Juist die debutanten die zijn belangrijk voor het herontdekken of het ontdekken van nieuw talent. Ja. Nou, dat vind ik ook het leuke aan de boeken die jullie hebben meegebracht. Dat zijn niet de geëikte namen. Dat zijn relatief onbekende auteurs, relatief onbekende boeken ook. Die juist eventjes extra de aandacht verdienen om in een programma als dit, het boek in het zonnetje, onder de aandacht te worden gebracht. We naderen het einde. En ik wil in ieder geval de kijkers nog even wijzen op de mogelijkheid om een boekpakket te waarde van €50 te winnen. Dat kan door suggesties aan te dragen voor komende uitzendingen door Bibionet Drenthe, door de Drentse bibliotheken, waarin schrijvers of boeken onder de aandacht worden gebracht. Dus mocht u nu een boek hebben waar u zegt van nou, daar zou ik nog eens een keertje een programma over willen zien samengesteld of een schrijver, laat het dan weten en mail die naam of die titel van dat boek naar actie@bibionetdrenthe.nl. Tot slot wil ik eventjes een rondje maken met de boeken die we hebben behandeld. Esmee, zou je nog één keer de drie titels die je hebt meegenomen willen noemen? Die zijn dus te leen in de bibliotheek, te reserveren in de bibliotheek, te bestellen in de boekhandel of gewoon te koop in de boekhandel.
Dat is Hamnet van Maggie O'Farrell. Entangled Life of Verweven Leven van Merlin Sheldrake. En van Joost Omen het Perenlied om mee te zingen deze zomer. Ja, oké. Waarom Jan? Ik heb er dan dus vier. De Overlevenden van Alex Schulman. Grote Dieven, Kleine Dieven van Albert Cosserie. Gozert van Pieter Koolwijk. En Arie Kosters, Planten Vader Meekum. Dankjewel. Nou, dan voeg ik er nog aan toe. Vuurbom van Harm de Jonge. Anton Tjechoff, De Beste Verhalen. En Ozebol van Marit Kapla. Daar hebben we weinig aandacht aan besteed, maar het zijn zeker de boeken die de moeite waard zijn. Ik wil jullie danken voor jullie bijdrage. Esmee, Harm-Jan, voor jullie boekentips. Ik wil de kijkers thuis bedanken. Ik wil de mensen van Biblionet en van de bibliotheken in Drenthe wil ik danken voor dit mogelijk gemaakt en de techniek. Ik dank u wel.